Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Kitty en in deze video ga ik een shell challenge doen. En deze keer is het een shell challenge van Tessellate Games. Die ken je misschien alvast, want dat is toch wel vrij bekend op YouTube als het over de Sims gaat. En ze heeft een leuke shell gemaakt en ik heb de buitenkant al gedaan. Dus daar heb ik niks van opgenomen, want ik wou gewoon eens eventjes kijken van, ja, wat ga ik ervan maken? Want het waren eigenlijk gewoon allemaal blokken op elkaar gezet, om het zo te zeggen. En Tessellate zelf gaat hier een heel modern gebouw van maken. Maar ik wou, ja, geen platte daken, om het zo te zeggen. Dus ik heb mijn daken al gedaan, want ik wou het een keer testen. Ik heb de muren al een kleurtje gegeven. En ik heb hier en daar al wat dingetjes toegevoegd. We gaan eens even kijken. Ja, het heeft niet echt een voorkant, een uitgesproken voorkant. Ik heb er twee gemaakt. Ik heb eentje aan deze kant en ik heb ook een deur aan deze kant. Want ik ga van dit twee woningen maken. Ja, inderdaad. Ik ga er een kangoeroewoning van maken. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar een kangoeroewoning is dat er twee gezinnen samenwonen in één huis. En ik speel zo met het idee van dat het een gezin is waarvan dat de ouders van een van de simmetjes hierbij in gaat wonen. Dus dat er een ouder koppel bij in gaat wonen. Dus het kleinere stukje is aan deze kant van het gebouw. Daar ga ik het oudere koppel laten wonen. En dan in het grote stuk ga ik dan het gezin met de kinderen laten wonen. Dit is wat ik er al van gemaakt heb. Ik heb nog geen vensters toegevoegd buiten hier aan de deur. Dus dat moet ik ook nog allemaal doen. En ik ga denk ik zo'n beetje voor een IKEA-style huis. Ik denk dat het wel mooi gaat zijn. Daarom heb ik ook zo voor neutrale kleur gekozen aan de buitenkant. Dus licht hout, licht groen en wit heb ik dan gebruikt. En dan ook zwarte daken. En ik heb hier aan de binnenkant, hier ga ik dan toch een soort van terras of tuintje maken. Want ja, de kavel is zo groot, of het huis is zo groot, dat er van de kavel niet veel overschiet om nog een tuin van te maken. Dus ik ga hier een binnenkoertje maken met een leuke tuin. En ik had hier al zo dit gemaakt om een soort afdakje te creëren. En dat ga ik dan met plantjes of zo nog vullen. Maar goed, dit is het tot nu toe. En omdat ik daar dan geen video van gemaakt had, wou ik dit toch al eventjes laten zien. En dan gaan we nu het huis decoreren. We gaan ramen toevoegen enzovoort enzovoort. En dat ga ik allemaal in een speedbuild video doen. Dus blijf zeker kijken.